Dima, de kip is gaan wandelen. Mm-hmm. Nou, laat eens Hallo zien. Hallo jongens, ik heb morgen een feestje. Willen jullie komen Gaaf. Alsjeblieft? Dat is geweldig. Laten we er een feestje van maken. Ja, bedankt, neem Gigi. Er ook in. Je moet zeker komen. En een haan. Marusha, Julie, ik heb morgen een feestje. Jullie moeten komen. Het wordt heel leuk. Wat voor feest? Zoete droom, hè, kleintjes? Nee, het wordt een geweldig feest. Ik ga zelfs de elites uitnodigen. De elites? Ja, hier, alsjeblieft, pak de uitnodigingen. Julie, als de elite komt, hebben wij ook de kans om er deel van uit te maken. Natuurlijk, Marusha. Leen je me je jumpsuit? Dat zal ik doen. Supergoed. Kostja, die uitnodiging is echt belangrijk voor me. En waarom dan, Dima? Begrijp je dat niet, Kostja? Gigi zal de elites uitnodigen en Diane zal er zijn, Dima. Ik weet dat Diane een elite is, maar ze kijkt je niet eens aan. En ze gaat echt niet naar zo'n feestje, hoor. Nou, je zult het wel zien. Diane gaat gewoon en ik heb een cadeautje voor haar. Oh, Marusha, hou me vast. Daar zijn ze dan, de zogenaamde knappe jongens. Knappe jongens? Kostja, welke knappe jongens? Ze zijn gewoon lelijk. En ik snap niet dat Diane bevriend met ze is. Hallo, elites. Ik wil jullie uitnodigen voor mijn feestje van morgen. Het is alleen voor volwassenen. Wat heb jij? Een paar bladwijzers voor een ABC-boek? Luister jij, ga weg en ga je ABC leren. Wij gaan niet naar zulke kinderfeestjes toe, hoor. Het zijn helemaal geen bladwijzers. Het zijn uitnodigingskaarten. En ik heb iedereen uitgenodigd. Alle jongens komen. Oh, Artem is zo knap. Kijk naar zijn haar. Net zijn vlinderdas, naar zijn overhemd. Ik wil echt met hem daten. Marusha, ik hou zoveel van Patrick. Kijk naar zijn mooie jeans. Oh mijn god, deze geeks zijn er weer. Door hen is het hier zo krap. Verpesten zijn weer op school. Ik haat ze. Ze zouden de les in ieder geval een keer moeten Kostja, missen. Kostja, Diane is hier. Dima, verlaag jezelf niet. Maar doe je het voor. Kostja, laat me gewoon. Ik ga het regelen. Hallo jongens, hoe gaat het met jullie? Maken deze geeks je niet gek? Ze zijn altijd aan het uitbenen, ze maken Ik ben het met je eens. Oh nee, waarom verlaagt onze Dima zich zo? Diane ziet hem niet eens staan. Hey Diane, ik ben het, Dima. Dima, luister, ben je het vergeten? Ik praat niet met de nerds. Nerd, ga weg. Diane, ik weet dat ik een nerd ben. Ooit word ik ook een elite. En ik heb hier een cadeau voor je. Hier, alsjeblieft. Jongens, kunnen jullie dit zien? De nerd komt weer naar Diane. Hij maakt echt geen kans. Oh mijn god, deze nerd is hier weer met zijn speelgoed. Dima, ben je serieus? Weer speelgoed? Weet je het niet meer? Ik zit in de 9e klas. Ik ben geen kind dat met speelgoed Goed, ik snap het, Diane. Volgende keer wordt het een reep chocola. Hoe is het, loser? Morgen zal het geluk terugkeren. Dima, kom op nou. Je hebt al 2 weken pech. Hallo jongens. Hoe gaat het, onze schoolelite? Luister, Diane. Ben je Dima niet zat? Moet ik gaan vertellen dat hij je niet lastig moet vallen? Doe het niet, Artem. Hij is een arme en ellendige nerd. Jongens, zullen we naar school gaan winkelen? Ja, ik wil een Dolce & Gabbana tas kopen. En ik denk dat ik wat Louis Vuitton modellen ga kopen. Meiden, wat is dat? Hebben jullie nog contant geld? Ja, waarom? We gaan winkelen, toch? We hebben veel geld nodig. Jana, stop dat geld weg. Ik heb een kaart. Ik betaal. Hebben jullie dat gehoord, meisjes? Mijn Patrick is zo groot. Ja, kijk tegen hem op. Oh, Elite, hallo, luister. Ik heb morgen een cool feestje. Ik wil je uitnodigen. Dit zijn de uitnodigingen. Luister, Gigi. Ga en nodig de nerd uit voor dat kinderfeestje van je. Waarom zouden we naar dit kinderfeestje gaan? Oh mijn god. Ik word zo moe van deze geeks. Ze laten ons niet alleen. En dan? Wij zijn geeks. We zullen het beste feest ooit laten zien. Ja, ja de nerds. Wij zijn coole nerds. Ha. Nou, laten we ze verlaten. Ik kan er niet tegen om hier tussen deze nerds te zitten. Ja, deze nerds hebben me gek gemaakt. Artem, ik mag van mijn vader in zijn Bentley rijden. Serieus? Rij je nog in de auto van je vader? Mijn ouders hebben lang geleden voor mij een Lamborghini gekocht. Waarom nog een auto kopen als mijn vader 500 auto's in zijn garage heeft? Jongens, waar zijn jullie? We komen eraan. Ik rij een Ferrari. Ze hebben niet eens naar ons gekeken. Dit is niet de schuld van meisjes. Ze gaan niet eens naar ons feest. Diane, Diane. Dima, zet Diane uit je hoofd. We moeten ons geschiedenishuiswerk maken. Welk gedeelte dan? 55. Luister naar me. Ik ben een nerd. Maar vanaf vandaag verklaar ik de oorlog aan de elites. Oh mijn god. Gigi, waarom schreeuw je? Gigi, we komen naar je feest. Het wordt het coolste. Gigi, stop met huilen. Anders gaan ze ons nog meer haten. Die problemen kunnen we echt niet gebruiken. Kijk me aan. Mijn feest wordt geweldig. Mijn feest wordt gaaf. Mijn feest wordt luxurieus. En mijn moeder die maakt komoten met gestoofd fruit en
bessen voor Julie, ons. Het feest wordt leuk. Gigi, niemand drinkt nu compote en iedereen drinkt cocktails. Gigi, we kunnen beter de uitnodigingskaarten teruggeven en het feest beter vergeten. Nee jongens, we geven niet op. Wij zijn de nerds. We moeten de elites een lesje leren. Hen, een lesje leren? Een lesje? Jazeker, we zullen de elites en Diana's wat laten zien. Oh, jij verandert zo snel van mening. Dus wat, nerds? Zijn jullie klaar om de elite te laten zien dat we rechten hebben om hier te studeren? Ja, dat zijn we. Ja, en het schoolgeld is trouwens voor iedereen gelijk. Onze plek is in de zon. Niet in de schaduw. Wij zijn slim. Ja, wij studeren. En zij kopen alleen maar Louis Vuitton tassen. Luister, Artem. Is het waar dat je vader je in zijn Bentley laat rijden? Ja, dat is zo. Als ik 18 jaar oud ben, dan vraag ik mijn ouders om een Bugatti voor me te kopen. Echt de coolste en de nieuwste. Maar ik kan helaas nog niet rijden. Thea, kom op. Welke Bugatti? Tesla is echt een geweldige auto. Luister jongens, zullen we anders na school voor iedereen een auto gaan kopen? Ja, goed idee. Ja, dat doen we. Ja, geweldig. Laten we het doen. Nou, ik moet kiezen welke ik wil. Luister naar mij, de elite. We verklaren je een oorlog. Ja, een oorlog. Deze nerds alweer? Luister naar me, de nerds. Ga je lessen verbeteren? Laat ons met rust. Ja, wij zijn nerds en wij studeren hard. En wij zijn slim. En jullie hebben het alleen over de dingen die jullie vader of moeder voor jullie kopen. Jongens, hebben jullie dit zojuist gehoord? Hoe durven ze? Deze nerds hebben echt veel te veel gestudeerd. Luister eens, stelletje nerds. Stoor ons niet. We zijn auto's aan het kiezen. Nu kiezen jullie nog auto's. Maar als jullie groter zijn, rijden jullie allemaal op een scooter. Omdat jullie allemaal dom zijn en geen goede baan kunnen vinden. En jullie kunnen niets voor jezelf kopen omdat jullie geen geld hebben. Wat? Waarom zeg je dat? Hoe durven jullie, nerds? Maak dat jullie wegkomen. Hoe durven jullie tegen ons te praten? Weet je wat, elite? Je zou naar school moeten gaan om te studeren, niet om je nieuwe mooie dingen te laten zien. Diane, ik geef helemaal niets om jou. Ik zal vanzelf een andere vriendin vinden, een nerd. Ja, Dima, ik bijvoorbeeld. Op mijn feestje dansen we een slowburner met jou. Gigi, ik snap het niet. Ben je gek? Met Dima dans je geen slowburner. Echt niet. Diane, wat is er aan de hand? Ben je nou weer jaloers op Dima? Wacht! Jongens, waarom praten we met deze nerd? Kan je dat niet zien? Ze zijn gewoon jaloers op ons. Kijk naar hem. Kosja, kijk nou eens naar jezelf. Je draagt een wijde broek en een wijde trui. Kijk eens naar mij. Dit is pas een slimme uitstraling. Ik word niet gewurgd door een stropdas en ik draag gewoon makkelijke kleding. Jongens, alle auto's zijn besteld voor iedereen. Kom op jongens, stop met praten met deze nerds. Ze zullen onze leven niet begrijpen. Ja. Laten we gaan. Hoera, we zijn van de elites af. Laten we studeren. Jongens, ik ga studeren om president te worden. Ik word net zoals Elon Musk. Ik ga studeren en advocaat worden. Ik word een astronaut. En ik word kok. Oh, Artem is zo knap. Wat een vlinderdas. Wat een overhemd. Marusha, ik mag Patrick zo graag. Ai, ai, ai. Oh nee, waarom verlaagt Dima zich zo bla 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 bla. Diane, ik weet dat ik een nerd ben. Ooit word ik ook een elite. En ik heb hier een cadeau voor je. Luister dan. Oh nee, vergeten. Artem, hebben je ouders je een Bugatti gegeven? Ja, mijn vader heeft mij. Luister jongens, anders gaan we na school voor iedereen een mooie auto kopen, of niet dan? Ja, dat doen we. Ja, heel goed plan. Ik weet al wat ik kies hoor. Echt waar? Ja, echt wel. Ik ben het vergeten. Wacht, jongens, waarom praten we met? Jongens, stop met praten met deze nerds. Ons zullen ons leven niet begrijpen. Ja. Laten we gaan. Jongens, ik zal studeren en de president worden. Ik zal net worden als... I miss you more when you seem to